De nieuwe cd, FLO, spreek je het ook zo uit? Ja. Die heb je opgenomen... Flow, hoe je het wil zeggen. Oké. Okay. Die heb je opgenomen in California. Ja. De Prairie Sun Studios. Hoe ben je daar terechtgekomen? Waarom daar? We waren eigenlijk op zoek naar een studio waar een bepaalde apparatuur stond. Die in de Benelux bijna niet te vinden is. En kwam eigenlijk al snel in Amerika terecht, omdat die studios en betaalbaar zijn. En voorzien zijn van heel veel randapparatuur. Zijn studios in Amerika goedkoper dan hier bijvoorbeeld? In verhouding wel, ja. En het is zo dat bepaalde vintage consoles, mixing consoles en studios en dat soort dingen, die zijn in Nederland eigenlijk niet te vinden. En dat zijn wel vaak de dingen waar echt legendarische rockplaten op gemaakt zijn. Of waar ze heel goed op gemaakt kunnen worden. Zeg maar. Dus, wat is er bijvoorbeeld opgenomen in die studio? In de Preston is onder andere er zijn de platen van Tom Waits opgenomen. Iggy Pop heeft er opgenomen. Volgens mij zelfs Paul McCartney op een blauwe maandag. Ik denk met de Wings of zo. Ik weet niet precies, ze stond niet precies bij wat. En kan ook gewoon een project zijn geweest. Maar er zijn heel veel toch wel vrij bekende mensen opgenomen. Ja, okay. Het is zelfs zo dat in die studio waar we zaten, dat de Go With The Flow plaat, wat overigens niks met onze titel te maken heeft, die zou eigenlijk daar worden opgenomen. Omdat Go With The Flow van Queens of the Stone Age. Oké. Okay. Die zou daar worden opgenomen, maar omdat het nogal dicht in de buurt van San Francisco ligt, dus dicht in de buurt van allerlei drugsvoorzieningen, is dat niet doorgegaan. Dan hebben ze die jongens eigenlijk compleet in de middle of nowhere geplaatst. Maar de keurigers zijn ons overladen. Ja, dat ging helemaal goed. Ja. Ja, oké. Okay. Als je nu terugkijkt, wat is het verschil qua maken, zeg maar, en muzikaal tussen de vorige plaat, Life in a Fishbowl, ja, en deze? Ook vergeleken bij Headwish is het verschil dat ik de meeste nummers eigenlijk thuis al zo'n beetje klaar had op de computer. En omdat ik nu iets verder ben met het maken van beats en arrangementen dan in die tijd. Toen moesten we ook echt gewoon een week over een liedje repeteren. Dan had ik vaak wel tapes gemaakt op 4 sporen of zo, een beetje op de ouderwetse manier nog. Maar het ging nu een stuk sneller, in ieder geval qua kiezen van hoe een song gearrangeerd moet worden. Hoe die, ja, moet klinken en waar die naartoe moet. En, ja, maar sleutelen gaat ook veel, veel sneller nu tegenwoordig. Oké, okay, jij maakt thuis grotendeels wel echt het raamwerk, oh, hoe het moet gaan klinken. Mm. Vaak komt het voort uit of een akoestische jam of of met een piano of met een elektrische gitaar en een riff. Sommige liedjes zijn volledig op een riff gebaseerd. En het grote deel van deze plaat is meer gebaseerd op elektrische gitaar dan de voorgaande plaat eigenlijk. Zoals Live in the Fishbowl is toch wel heel veel akoestische. Er zit ook heel veel akoestische gitaar in. Ik geloof dat hier maar 1 of 2 in zitten. Maar dat was bewust? Je wilde echt een rock plaat maken? Ja, ik wou meer een plaat maken die meer gebaseerd was op live spelen. Zeg maar. Vooral, en als je kijkt naar plaat 1, Headwish, die is toch meer op experiment. Maar dit is ook wel gebaseerd op experiment, maar die plaat is meer gebaseerd op gekke geluidjes en zo. Meer een soort van, noem het een back-invloed of hoe je het ook, of zelfs Massive Attack-invloeden zitten daarop, zeg maar. Maar deze plaat is toch wel meer puur Led Zeppelin georiënteerd. Daar luister je daar weer meer naar, dat soort, ja, basic rockmuziek? Want jij luisterde afgelopen jaar bijna alleen maar Led Zeppelin, dus... Oké. Okay. Want ik kan me herinneren, volgens mij was jij altijd een groot Radiohead-fan. Ja, onder andere. Het is niet alleen Radiohead. Ja. Het wordt wel vaker gezegd dat er zijn natuurlijk parallellen tussen de muziek van Six and Down en Radiohead. En ik denk dat die eigenlijk meer in een oorsprong liggen van Pink Floyd en dat soort dingen. En ook singer-songwriters zoals Neil Young en dat soort. Waar Radiohead volgens mij ook al naar geluisterd heeft. Of Jeff Buckley, ja, die was volgens mij al 10 jaar eerder dan de eerste Radiohead-plaat. Kwam ik later ook pas achter, hoor, maar dat zijn ook allemaal invloeden. Ja. Maar deze plaat is voornamelijk voor ja, het Led Zeppelin gevoel? Nou, het is meer niet zozeer dat het er zit wel zeker af en toe vooral de drumopvatting is eigenlijk bij Six and Down altijd al een Led Zeppelin opvatting geweest. Ik wil zeggen dat John Bonham manier van spelen, zeg maar, is toch wel een heel goed voorbeeld. En als je melodisch de boel zou analyseren, dan is het heel uiteenlopend. Dan is het van Neil Young tot en met, is het gewoon, ik denk dat het wel aardig een eigen stijl is geworden na al die jaren, zeg maar. Ja. Verder doe ik dit nu 10 jaar of zo, zeg maar.